kun je volgens de wetten van de wetenschap tijdreizen. En wat heeft deze Segway ermee te maken? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Juri, tijdreizen, kan dat een beetje? Ja hoor, dat kan. Oh, nou. Einde video, kortste ooit. Nee, maar serieus. Ik weet dat het iets te maken heeft met Einstein. En jij hebt twee Segways meegenomen. Precies. En door die twee te combineren, gaan we nou laten zien hoe tijdreizen kan. Oké, laten we bij Einstein beginnen. Ja, dat is goed. Dus ongeveer 100 jaar geleden schreef Einstein de relativiteitstheorie op. Die laat zien dat als je heel snel reist, dat voor de achterblijvers jouw tijd dan langzamer lijkt te gaan. Dat betekent dat de dimensie tijd zoals we op aarde kennen, die wordt vervormd als iets snel van ons afreist. En dat gaat zelfs zo snel dat als je met de lichtsnelheid zou reizen in je raket, dan lijkt de tijd voor ons zelf stil te staan. Maar zo snel als de lichtsnelheid kunnen wij niet, toch? Nee, in het echt kan dat niet, maar zelfs met een gewone raket is dat echt al een meetbaar effect. Dus hoe sneller ik beweeg, hoe langzamer de tijd gaat. Ja. Dus als jij van aarde zou vertrekken met een raket, dan zien we bij jou de tijd langzamer lopen, dan kom je weer bij ons terug. Dan is er voor jou minder tijd verstreken dan voor ons, de achterblijvers. Kom jij aan in de toekomst, dan ben je jonger gebleven. Tijd reizen dus. Kijk, we gaan het met deze twee Segways uitleggen. Ja. Kun je je teller aanzetten? Yes. En wil jij dan een paar rondjes rijden? Jazeker. Zo. Kijk, nou zijn we weer op dezelfde plek en dezelfde tijd. Ja. En als we nou onze meters vergelijken, dan zien we de afstand en de tijd. Dan zien we dat jij meer afstand hebt afgelegd dan ik. Ja, maar dat is logisch, want jij bent de hele tijd blijven staan. Precies. En in die afgelopen 5 minuten heb jij dus door die versnelling van die Segway en met de hulp van de zwaartekracht meer afstand afgelegd dan ik. Maar er is meer dan alleen maar afstand, er is ook tijd. In die laatste 5 minuten is ook voor jou de tijd veranderd. Als jij niet zo'n horloge om had gehad, maar bijvoorbeeld een atoomklok. Een atoomklok? Dus een nog veel preciezere meter dan je huidige horloge. Dan zou je daarop ook kunnen zien dat diezelfde versnelling van die Segway van de laatste 5 minuten niet alleen de dimensie afstand voor jou anders heeft gemaakt, maar ook de dimensie tijd. In die laatste 5 minuten ben jij jonger gebleven dan ik. Dus omdat ik hier als ik gek rondjes heb gesegwayed, is de tijddimensie als het ware vervormd, waardoor de tijd voor mij langzamer voorbij is gegaan. Ja, exact. Kijk, in 5 minuten is het alleen maar een theoretische hoeveelheid, maar André Kuipers bijvoorbeeld, die vloog een jaar lang heel snel rondjes om de aarde. En die is in dat jaar echt een fractie van een seconde jonger gebleven dan wanneer die op aarde achtergebleven zou zijn. Die is echt naar de toekomst gereisd. En de ultieme wisselwerking tussen tijd en afstand en versnelling, die zie je in een zwart gat. Dat klinkt spannend. Ja, dat is ook heel spannend. Wil jij even een paar rondjes om dat gele kruis rijden, alsjeblieft? Ja hoor. Stel, dat gele kruis is een zwart gat. Een zwart gat is een plek in het heelal waar de zwaartekracht enorm sterk is. Zo sterk dat zelfs licht daar niet kan ontsnappen. Nou, wat gebeurt er nou vanaf Sophie gezien? Zij valt steeds sneller richting dat zwarte gat. De tijd op haar horloge loopt gewoon voort en in een no time wordt ze richting dat zwarte gat gezogen. Wat zit er dan in dat zwarte gat? Dat weet niemand, maar wat we wel weten is dat voor je bij die horizon bent, worden je voeten al zoveel sneller erin getrokken dan je hoofd, dat je daar als een spaghetti sliert uit elkaar wordt getrokken en dan erin verdwijnt. Oh. Vanaf aarde ziet het er heel anders uit. Door die enorme versnelling lijkt voor ons dat de tijd bij Sophie steeds langzamer gaat lopen. Hoe dichter ze bij dat zwarte gat komt, hoe meer ze, vanuit ons gezien, in slow motion erin valt. De versnelling is daar zo groot dat ze ondertussen met de lichtsnelheid reist. En dat betekent dat voor ons de tijd bij haar stil lijkt te staan. Zij hangt daar voor eeuwig bevroren aan die rand van dat zwarte gat. Oeh. Nou, dit is dus hoe je volgens de wetenschap moet tijdreizen en waarom je zwarte gaten beter kunt vermijden. En dit was het lab. Heb jij nou ook een dringende wetenschapsvraag? Stel hem dan hieronder in de comments en dan ga ik voor je op onderzoek.